Bonnie, bedankt voor de tijd. Om te beginnen, Royal Caribbean, de eigenaar van Celebrity, heeft ons benaderd één of twee weken geleden over dit bubbel. Ze hebben ons laten weten dat het is een soort van testprotocol om te kijken waar ligt de contactie van de virus. Dus hoe loopt de virus? Is het de mensen op de boot die elkaar de virus overdraagt of komt die gewoon van beneden? Dus ze willen gewoon een soort testcase doen. Dus één dag of twee dagen dat ze hier naartoe komen met een bubbeltour. Dat hebben we wel netjes met BCTA, wanneer Cruise Tourism Association, gemeld. Die hebben hun met taxis, tours operators en ook met de markt over gehad dat dit willen ze doen. Dus er was van onze kant heel netjes gecommuniceerd en iedereen was wel oké met het. We zijn nog steeds in de pandemie en je moet wel iets denken dat, om te helpen met elkaar om dit toch te waarborgen. Alleen was een surprise voor ik ook. Gisteravond, rond 10 uur, kreeg ik ook een brief dat het geldt niet meer voor Aruba en Curaçao, maar het geldt wel voor Bonaire. Het was laat, maar ik heb toch contact genomen met Roy en die waren wel ook inderdaad mee bezig. En ze hebben hun gezegd, ja, dat is wel inderdaad een fout. Ze hadden gewoon ABC moeten nemen dat het niet meer geldig is, maar ze hebben het gewoon alleen voor Aruba en Curaçao gedaan. Ze hebben ons gezegd, ja, sorry, dat was niet de bedoeling. Dat het alleen voor die twee landen wordt geschrapt en niet voor Bonaire. Maar ineens hebben ze dat wel geschrapt. Maar ik heb ze gezegd, vandaag wordt het wel moeilijk, want we hebben alles in principe al gestopt. Taxis gestopt, markt gestopt, bustours gestopt. Dus dat was een beetje jammer, dat ballen we wel van. Maar het is niet anders. Het is een moeilijke periode, een moeilijke tijd. Dus we moeten gewoon samen met elkaar dit het beste doen. Dus van onze kant hebben we wel netjes gedaan, maar toch Royal beslist iets anders. Voor de volgende tours gaan ze geen bubbel meer doen. Dat is wel wat gaat gebeuren. Dus ze gaan dit soort testen niet meer doen. En ze moeten er gewoon van zorgen dat de virus niet aan boord komt. Dus dat betekent dat hun protocol wel een beetje wordt aangepast voor de passagiers. Maar dat heeft geen impact voor ons op Bonaire. Er zijn andere cruise ship lijnen die hier naartoe komen. Is er meer sprake van bubbels tussen die andere cruise lijnen? Ja, met alle cruise lijnen is dit idee naar voren gekomen. Maar alle cruise lijnen willen gewoon de procedure zelf van de land om binnen te komen iets makkelijk maken of meer accessible. Maar dat betekent dat ze ook geen bubbeltours meer gaan doen. En je hebt gezien, ook op Curaçao, dat was een probleem geworden. Ook op andere eilanden. Dus ja, bubbels denk ik dat gaat niet meer worden.